Welkom bij het maandelijkse gesprek met de burgemeester van Gooise-Meeren. Fijn dat we u weer even kunnen spreken hier boven in het gemeentehuis. Ja. Ik wil eigenlijk beginnen met een beetje terugblikken, want we hebben een paar hele drukke weekenden achter de rug. Net als wij verslaggevers hebben burgemeesters en wethouders ook geen vrije dat soort dagen. Piekdagen. Waar bent u allemaal geweest? We hadden lintjesregen eerst. Nou, we hadden lintjesregen natuurlijk. En de volgende dag dus de obade met de gedecoreerden, met alle gedecoreerden, oud gedecoreerden, de nieuw gedecoreerden. We hadden 7 nieuw gedecoreerden hier in Gooise-Meeren. Waarbij nog een keer 2 die in de loop van het jaar waren. Dus totaal 9. Mm-hmm. En daar zijn we dus op Koningsdag zijn we hier in het gemeentehuis hebben we dan de ontvangst gehad. En toen de obade door Fios. En toen hier het centrum ingegaan waar de grote feesten waren natuurlijk. Met de braderie die toch door is gegaan hier in Bussum. Gelukkig dat die doorgaat. Dat is vreugde van velen. Daar zijn we heel erg blij mee. Ja. Maar dat is een trekker. Dat is een enorme trekker. Ja. En dat was weer heel, heel succesvol. Nou en dan s'avonds de spoorpop ook nog eens een keer erbij. Mm-hmm. Dat is allemaal heel goed verlopen. Dus Koningsdag is goed gegaan. En dan hadden we natuurlijk nu 4 en 5 mei. Eigenlijk begon het al op 3 mei, want de Joodse begraafplaats, de herdenking daarvan, was op de Sabbat, als het 4 mei was. Dus dat kon niet. En dus moest de dag eerder, dat hebben we vrijdagmiddag gedaan. Precies, moest om 5 uur 's middags. En toen daarna hebben we dus de herdenkingen gehad op 4 mei. En gisteren was het grote feest van de bevrijding en bevrijdingspop hier gehad. En Gooi bevrijd door het dorp. En ook in Naarden en Muiden zijn ze dacht ik ook geweest. Dus dat is een groot succes geweest. Het weer was ook nog goed. Dus behalve dan op de dodenherdenking zelf, dat was even wat minder. Maar ja, maar dat was heel lokaal begrepen. En dat was ook nog heel lokaal. Dus wat dat betreft, het feest was op het goede moment dat het droog was. Zijn jullie nog bang geweest voor gedoe rond de 2 minuten stilte? Nou ja, bang. We hadden geen harde indicaties dat er wat zou gebeuren. Maar je hebt wel bepaalde individuele lieden die wat zouden kunnen doen. En dat heb je niet in de grip. En dat kun je niet helemaal voor zijn. Dus daar waren wel wat maatregelen opgezet, beperkt. En dan is het maar hopen en bidden dat het goed gaat. En dat is goed gegaan. Ik ga even vooruitkijken, of ja, ook een beetje terug. De gemeente Weidemeren houdt hoogstwaarschijnlijk op te bestaan. En er wordt een fusie overwogen met Hilversum of Gooise-Meeren. Of misschien deels met allebei. Ja. En daar vinden de fusiepartners natuurlijk ook wat van. Ja. En er is een onderzoek gehouden door Moventum. Wat was het doel daarvan? Het onderzoek was om na te gaan op een paar indicatoren die de raad ook had gesteld. Van nou, hoe zit het met de voorzieningen? Hoe zit het met de financiën? De voorzieningen voor de burgers van Weidemeren. Maar ook als ze fuseren met ons, voor onze burgers. Want het gaat natuurlijk ook om dat wij ook op enige manier gecontenteerd worden. Dus wat de voorzieningen betreft, wat de financiën betreft. Wat voor consequenties heeft voor de burgers daar en voor onze burgers. Nou, die dingen moeten allemaal in beeld worden gebracht. En daar is men nu de laatste hand aan het leggen. Ja. Dat online onderzoek liep tot 5 mei. 5 mei, klopt. Ja. Ik had het idee dat het een beetje een soort standaard onderzoekje was voor soortgelijke processen. En dat heeft nog een kleine reuring veroorzaakt omdat er een optie als referendum in stond. Ja. Ik loop even de vragen door. Ik was al benieuwd wat erin stond. Hoe wilt u betrokken worden bij het fusieproces? Het is een vraag aan de burger. Ja. Nou, dat was op vragenlijsten, online of op papier, gesprekken, informatieavonden. Nou, en dat raakte een referendum of burgerberaad of zo. En dan is het hoe wilt u geïnformeerd worden en ook over de voortgang. Dus dit is eigenlijk alleen maar peilen van hebt u überhaupt belangstelling voor dit proces en wilt u daarbij betrokken worden? Ja. Ja, dus even de scheiding nog te maken. Het onderzoek waar ik het net over had, was in opdracht van de gemeenten, zeg maar, om te kijken voor die voorzieningen en de financiën. Daarnaast dat is de gemeenten zelf en dit is een burgerraadpleging. En dit is de tweede is de burgerraadpleging. En daarvan is het dus zo dat inderdaad werd gevraagd van hoe wilt u daarbij betrokken worden? Het kan zijn dat mensen zeggen van nou, wat hier democratisch besloten wordt, u bekijkt het maar. Dan gaan wij 1 keer per 4 jaar voor stemmen. Het kan ook zijn dat mensen daar heel actief in willen. En we hebben natuurlijk een heleboel verschillende manieren om dat te doen tegenwoordig. Ja. Nou, en het college heeft toen alle mogelijke vormen van participatie hebben ze toen in dat lijstje neergezet. Precies. Waaronder ook dat referendum.
Maar daar heeft Gooismeren geen regeltjes voor. Dat referendum was al eerder besproken, ook in dit kader, zeg maar in de Raad, 2 maanden geleden. En toen was dit een behoorlijk discussiepunt. Wel of niet een referendum, of wanneer dan een referendum doen, eventueel. Want een referendum is natuurlijk wel echt een ja-nee vraag. Of eenduidig bent u voor of tegen en dan zonder enige nuance en zo allemaal. Maar goed, hoe je daar ook over denkt. Het is een methode. En die methode hebben we gezegd van, nou, laten we eens kijken van, nou, in dat totale rijtje van alle participatiemogelijkheden, van zet het er daar maar neer. Waarop een aantal partijen in de Raad zeiden toen van, ja, maar luister eens, we hebben toen die discussie gehad in de Raad. We zouden het nu nog niet doen. Dus hoe komt u dan dat u dat in dat rijtje neerzet? Nou, dus daar kwam dan de discussie over. Toen hebben we een extra raadsvergadering gehad. Daar is over gediscussieerd. En toen is gezegd van, nou, is het een beetje uitgelegd van de kant van het college hoe dat het bedoeld was allemaal. En toen is gezegd van, nou, dan moeten we op deze manier dan doorgaan. Een aantal partijen heeft daar toch bezwaren tegen in feite, maar de enquête liep al en is gewoon doorgelopen met deze mogelijkheid erbij. Maar er moet nadrukkelijk worden aangegeven dat al die mogelijke participatievormen waar mensen ook voor kiezen, het is altijd onder voorbehoud van goedkeur van de Raad. Wat de Raad uiteindelijk wil. Die heeft altijd het laatste woord. Dus in die zin moeten we daar, dat stond er ook een beetje boven, maar had misschien, de wethouder ook, hadden we misschien nog wat versterkt moeten staan. Oké, de discussie is erover geweest. We hebben de interpretatie daar nu over. En uiteindelijk bepaalt de Raad de wijze van participatie. Ja. Is er iets bekend over maat van deelname, hoeveel mensen hebben meegereageerd? Nee, dat heb ik op dit moment de gegevens niet over. Omdat ik nieuwsgierig was naar wat de vragen eigenlijk waren, heb ik me daar dan heb ik die vragen hier op een rijtje. Ja. En de enige, zal ik maar zeggen, verificatie om te laten zien dat ik het ben, was geboortejaar en 4 cijfers van de postcode. Ik woon niet in Gooismeren, maar ik weet er wel een. Dus ik heb geen lelijke dingen gezegd hoor, maar ik heb gewoon de vragen beantwoord en ik heb een postcode uit Bussum gekozen. Ja. Dus ik heb meegedaan aan de enquête. Terwijl u. Maar ik woon niet in Gooismeer. Terwijl u niet in Gooismeer woont. Hadden jullie dat bedacht? Dat kon, zeg maar. Dat hadden we moeten bedenken, zou ik zeggen. En nu u dat zegt, dan gaan we dus even naar kijken hoe dat precies zit. En of dat daar op die manier mee omgegaan kan worden. Dus ik neem dat mee. Ja, want dat is eigenlijk ook de volgende vraag. Wanneer is zo'n onderzoek representatief? Moet daar een bepaald zoveel duizend respons op zijn? Of, nou, dat is ook altijd heel ingewikkeld. Nat vingers voor, zeg maar. Dat ook wel. Maar goed, op een populatie van bij ons dan 60.000... kun je niet verwachten dat er maar 60.000, 80% of zo respons krijgt. Dus ook dat is altijd arbitrair. Dus en daarom bij de weging van dit soort enquêtes worden dat soort punten die u noemt, worden nu ook meegenomen van hoe groot is de respons geweest, hoe representatief is het ongeveer. En welke wijk, welke niet, daar waren die postcodes dan natuurlijk ook voor. Exact, ja. Nou ja, een van de belangrijkste vragen was ook, wat wilt u de gemeente verder nog meegeven over een onderzoek naar een mogelijke fusie? Dat was natuurlijk een open vraag. Collega Verheijen van Weidemeren, die had echt zoiets van, ik zou het toch heel fijn vinden dat de zachte stemmen ook gehoord worden. He, je hebt altijd mensen die het hardste schreeuwen, die denken het gelijk te hebben dan wel te krijgen. Ja. Hoe... Als er een breder onderzoek komt, bijvoorbeeld in informatieavonden, komt die zachte stem dan ook aan bod? Kijk, dat heb je ook met name tussen de kwantitatieve methodes en de kwalitatieve methodes. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Dat je niet alleen maar op de aantallen enquêtes en zo ingaat, want het zijn korte fragmentarische dingen. Je moet ook wat meer dieper gaan bij mensen. En dat kan dan aan de orde komen bij informatieavonden. U zegt het al. En bij volgende vragenlijsten misschien. Correct. Ja. Maar dit was in deze fase waarin wij ons nu bevinden. Namelijk, gaan wij ons kandidaat stellen überhaupt voor Weidemeren? Want Weidemeren wil die verkering wel eigenlijk. In ieder geval met Hilversum of met ons. Precies. Maar willen wij dat? In die fase was nu een beperkt onderzoek als deze enquête voldoende.
En op basis daarvan zullen we kijken hoe we nu de verdere participatie en onderzoeksvragen doen in de tweede fase. Als wij doorgaan en kandidaat zijn, onder welke voorwaarden dan gaan we dan ook definitief met Weidemieren. Maar tot dat moment is het allemaal nog iedere keer maar weer inpassen. Dus iedere stap voor stap. De stap voor stap is denk ik inderdaad het belangrijkste. Maar het is geen lange halen goud thuis, maar er moet wel 11 juli knoop doorgehaakt worden. Ja, nou ja, onze zware inspanningsverplichting is dat wij proberen dat rond die tijd, vlak voor het zomerreces, aan te geven of wij kandidaat zijn. En als wij kandidaat zijn, dan komt fase 2. En dat gaat dan bekeken worden van onder wat voor voorwaarden gaan wij dan met hun eventueel, als we dat zouden willen, in zee. En dan moet je onderhandelen ook en zo. Precies, ja. En dan moeten we terug naar de gemeenteraad, vinden we dit goed en zo. En ondertussen gaan we weer naar de burgers toe op verschillende manieren. En dan kan die kwalitatieve methode van inspraakavond en zo, kan aan de orde komen. Want dit lijkt zo op het oog met mijn onderwijsbril dan een beetje oppervlakkig. Maar dat is... Maar voor deze fase denken wij is dit voldoende. Ja. Ja. Ik ga even over iets heel anders hebben. U gaat weer zwemmen in september. Ja, 7 september is de derde, geloof ik, Swim to Fight Cancer. Ja. En dat is dus weer bij het Muiderslot. En dat is voor het goede doel, de kankerbestrijding natuurlijk. Dus we hopen van harte dat heel veel mensen meedoen ook dit jaar. Nou, wij zullen ook het voortouw nemen wat dat betreft. We doen met het gemeenteteam mee, wederom mee. En dit jaar geloof ik 2 wethouders bij, Jelmer Kruid en Mark. Ook zal ook nog eens een keer meedoen, Mark Marshall. En ik in ieder geval. Dus we gaan volgende week al in training. Dus, volgens mij doet de rest ook 2 kilometer. Nou, ik kan nu zeggen dat is een behoorlijk end. En dus we moeten trainen. En we hebben er heel veel zin in. En nogmaals, voor het goede doel, en dat geldt zeker voor mij, zullen we gaan met die banaan. Ja. Ja, de vorige editie hoorde ik meneer Schimmel nog zeggen van ik ben heel goed in aanmoedigen. Die zie ik nog niet. Dus, en mevrouw Boudewijn ook en zo. Ja. Dat is hun taak. We verdelen een beetje die lasten allemaal. Dus samen schouders eronder. Zoals college, aan zich. Dus dan gaat dat lukken. Ja. Maar je moet toch een winning team zijn. Eerst zien we dan geloven, maar ik heb er vertrouwen in. Okay. Ja. Okay, dank u wel. Tot zover. Dit was In gesprek met de burgemeester van Gooisemeren. Tot de volgende keer.